20 mei. 20 mei is een dag van uitdagingen. Uitgedaagd worden. Uiteindelijk bedoeld om bij je gevoel terecht te komen, vanuit je gevoel te leven. Dat is steeds waar het in draait om het leven. We zijn hier om dingen te doorvoelen, maar we willen eigenlijk niet voelen. Belangrijk is ook dat je vandaag leert vertrouwen op je heldervoelendheid. Je heldervoelendheid die zit in je hart. Dat betekent zodra je iemand ziet, weet je direct van uitkijken, die persoon is niet te vertrouwen. Maar je hoofd slaat het in de wind, omdat je iemand dan toch een eerlijke kans wil geven. En 3 maanden later blijkt je dan bijvoorbeeld toch besodemieter te zijn door die persoon. Dus vertrouw op je heldervoelendheid. Ik zie dat het moeilijk is, dat je de neiging hebt om alleen maar te willen geloven in wat je denken je doorgeeft. Het is een dag waarin van belang is om die controle los te laten. Ik zou hard zeggen zonder hoofd te leven vandaag. En in de minuut te gaan leven. Niet bezig te zijn met morgen, gisteren en volgende week. Probeer er een onbezorgde dag van te maken. Dat is het thema van deze dag. Het is tijd voor vrolijkheid. Ga gek doen. Doe vrolijk. Laat die controle los. Dat is wat 20 mei vraagt. Wherever you are, I think it's very nice for you to listen to this text which you have written. I'm proud that I come across this text of yours. And I'm reading this text from Holland. I hope you come in Holland one day, or I come.